Maar het is een auto, dus ik vertel het gewoon. Ik heb niks te maken. No shame in my game, man. Dus wat gebeurt er nou? Je weet toch, ik wist van... Shit, ik heb die 10 kontjes nog openstaan. En het was bijna kerst. En je weet, wanneer Skotu je gaat klemmen met kerst... Je weet dat dan ga je zitten en ze hebben geen tijd voor jou. Want ze hebben hun feestdagen ook te vieren. Je weet toch, dus die mannen ga je gewoon pas weer in januari naar je kijken. Ja. Bro, waar ik uit die Skotbureau een sprintje big gaan trekken, G... Alleen maar om niet geklemd te worden, want ik wist die mannen gaan me klemmen. Ik heb een sprint genomen die vanaf Miranda Bad tot vroep, waarvan ze niet weten waar ik naartoe was gaan. Alleen maar om niet geklemd te worden. Die mannen zouden me klemmen, want het ging om heel iets anders. Maar ze hun zagen van, maar wacht eens eventjes. Oh no, he didn't. 10 kotjes aan boete. Hij gaat brommen. Ik dacht het van niet, man, bro. Je weet toch, ik nam een sprintje die uit. Ja, straat iemand door. Die moet ik even met je delen. Volg. Abonneer. Spreek me aan met me neer. Logo. Aha. Yes. Live vanuit de Aknoton. Triple OG Sugar Cane. Met once again speciale gasten in de building. We hebben DJ Frank. What's going, homie? Rustig. We hebben de Notorious. Roger. En Bergen. What's good, homie? I'm good. Lekker man, we zitten hier te chillen, man. Amsterdam City, stand up. Dit is legendary, man. Legendary in the making, man. Wat denk je, man? Shit. Frank, normaal gesproken hier net, Takvuru. Maar vandaag ga je praten, G. Je laat altijd die pokoes voor je praten, maar dit keer je ontkomt niet aan papa Ken je, joh. Taki. Wow. Hij zet je al onder druk, hè? Ja, toch? Meteen onder pressure, G. Fucking heren, hoe is het met jullie, man? Ja, we leven. We leven, man. Ja? Hoe ben je vandaag je dag begonnen, Maji? Ik heb mijn ogen open gedaan. Ja, duh. Ik ben gaan opruimen thuis. Ik ben een beetje gaan trainen en voorbereiden. Gruwelijk. Op wat? Voor wat? Voor jou toch? Ja, toch, papa. Maar je was vanochtend toch niet meteen al dat je om 12 uur bij mij moest zijn of zo. Je weet, je hebt een lange tijd. Je hebt nog lang om te doen. Want je vroeg me, hey, kill, wat is het? Ja, oh, daar. Ja, toch. Ik was zenuwachtig, toch. Ik ben met de legend in gesprek. Ah, gaat hij dansen? In de building! Ja, man, Maji. En Fouaka Frank, hoe ben jij begonnen vandaag met je dag, jongen? Ik sta zoals gewoonlijk altijd vroeg op. Wat is vroeg? Rond 6:30. Ja? Dat zijn die tijden dat je opstaat. Word ik gewoon wakker. Word je gewoon wakker? Als ik wakker wil worden. Is Indiaans bloed in je systeem volgens mij, papa? Ik denk het, ja. En toen? Gebakken eitje? Dan worden die kids wakker. Dan ga ik met die kids eten. Ja. En daarna ga ik scheren, douchen en dan chill ik gewoon. Gezellig, man. En als je gaat chillen, wat doe je dan? Want kijk, mensen kennen je alleen maar al bijna... Straks kan je 35 jaar feesten DJ Frank gooien, man, G. Want je bent al zo lang in die gimme, bijna 32 tijers of zo? Ja, 32. Ja. Oké, dan dus mensen kennen je van die vissers over het algemeen. Maar wat, hoe ziet jouw leven eruit als Frank Bloem? Zo. Bloem. Ja, toch, uit de bergen! Wat ik zei, ik ga eten maken met die kinderen. Uh-huh. En daarna ga ik mijn douche klaarmaken. En dan ga ik naar mijn computer en dan check ik muziek en zo. Wat check je? Gewoon nieuwe tracks, van alles een beetje. En waar ben je dan op zoek naar? Nou, niet. Ik heb gewoon, je hebt van die sites waar je elke dag komen de nieuwe tracks. Uh-huh. En dan zoek ik die goede haal ik eruit. Uh-huh. En dan heb ik, al is er nu geen werk, zeg maar, als DJ. Yes. Maar ik kan... Al heb ik 1,5 jaar niks gedaan. Ik kan vanavond direct klaar zijn met de nieuwste dingen. Okay, dus ik ben wel altijd up-to-date. Juist, want ik heb begrepen dat je online wel een soort van contact met je publiek hebt gehouden. Klopt dat? Nee, ik niet. Dat is de meeste DJ's die deden Twitch en zo. Maar ik voel Maar niet. Op je Facebook toch? Ja, toch wel... Of niet? Nee, niet. Jawel, je sprak je publiek toch toe? Ja, toch ergens? Ik ben toch niet... Papa is toch niet gek, toch, G? Dan ben ik gek nu. Ja, dat kan best kloppen, G. Want dan hebben ze huiswerk gedaan. Oké. Heb je nooit je publiek toegesproken dan op Facebook? Ja, ik praat met ze, maar ik heb nooit echt... niet dat ik iets met muziek heb gedaan. Oh, oké. Ik heb mixtape, ik heb die Metropool uitgebracht. Ja, die mixtape, dat soort... Dus je hebt wel mixtapes op ze gegooid? Mixtape, ja. Oh, mixtape. Oh, ja.
Oké dan. Maar Vaka, vertel eens even over die mixtape. Hoe heet die? Metropool. Metropool? Daar ben ik, even kijken, 22 jaar geleden was ik begonnen met deel 1. Aha. En toen heb ik twee jaar daarna heb ik 2 en 3 gemaakt. En ik werd bijna bedreigd, gestolen om die nieuwe te maken. En heb ik eindelijk na 22 jaar heb ik dan deel 4 gemaakt. Maar wacht even, Maatje. Even. Waarom heb jij 22 Tayas nodig? Om een mixtape te maken, G. Om een part 2 uit te brengen. Wagwan. Jij zou eigenlijk elke maand een mixtape als DJ moeten uitbrengen. Ja, maar ik ben nooit zo van die mixtapes geweest. Ik ben altijd van die interactie met het publiek. En als ik thuis tegen een muur sta te kijken, vind ik vreemd. Ja. Ja. Maar je weet, mensen zijn ook fan van hoe jij draait. Dus mensen willen vaker jou als DJ kunnen horen gewoon. Je weet toch, dus... Je weet toch, vanuit die hip-hop scene... Je weet toch, de DJ's vanuit die hip-hop scene, DJ Clue of whatsoever, je weet toch, die droppen vaak mixtapes op hun publiek van bam, bam, bam. En die gooien die nieuwe releases, wat je net zegt, wat je 's ochtends checkt, je weet toch, de doopse pluk je eruit. Je weet toch, je voedt die mensen toch met een bepaalde energie en soul. Je weet toch, als je je eigen mixtapes gewoon dropt. En ja, dat er zoveel Tayas tussen zit, vreemd. Dan ben je echt aan het chillen, ja. Het is in de building! En Metropool, speaking of Metropool, maar G. Het was de club, hè? Hey. Ja, hou op, hoor. Kan je wat vertellen over Metropool, voor die mensen die niet weten wat Metropool is? Oh, Metropool, ja, het was in Zaandam. Om een beetje bij het einde te beginnen. Het heette Metropool en op het einde, de laatste paar jaren, heette het de Palace. Ah, veranderde ja. Ze die naam. En ja, echt de dag dat het sloot, mensen stonden gewoon op de stoep te huilen. Echt, hè? Echt niet normaal. Dat echt, was, maar dat was echt de mooiste club, de dikste sound. Ever. Het beste wat er was. Ik heb, voor mij, die heb ik net gemist, man. Die heb je gemist, hè, G? Ik kwam vanaf Club U, kwam ik pas in die... Die was ook een tijd geleden, man. Oh, ja. Die was dik ook, maar, ja, maar Metropool, wat Frank zegt, G. Ja? Metropool. Geen concurrentie. Dat was echt de club. Niemand kon komen. Chalice is eigenlijk een soort, ja... Nieuwe... niet nagemaakt, maar... Ja, Chalice was eigenlijk een Metropool part 2, ja, eigenlijk. Zoiets, ja. Toch? Ook een beetje hoe het eruit zag, ja. Maar ook die sound was ook net zo goed. Maar waarschijnlijk kwam dat omdat... Had Orlando daar niet iets mee te maken? Ja, Orlando draaide ook daar, ja. Dus misschien bracht hij een beetje het concept van Metropool naar Challenge, hè? Ik weet maar niks. Gaat wel! Oké. Hey, Frank, ik heb jou gezegd, joh. Oké. Maar G. Yes. Roger. Heb je Challenge meegemaakt? Ja, Challenge heb ik zeker meegemaakt. Wat voor herinnering heb jij nog aan Challenge, man? Challenge was sowieso die laatste kwartier, 20 minuten. Rennen naar de dansvloer. Ja, toch? Ja. Die balance, toch? Ja, toch. Nothing but a party. Ik weet het. Volgens mij was ik 16, 17, volgens mij. Uh-huh. En in de herfstvakantie was altijd nothing but a party, volgens mij. Ja, en dan ging iedereen er naartoe, maar dan kon ik niet, want ik moest trainen de volgende dag. Ja. En dan ging ik stiekem gewoon bij, verdiende slaap. En dan, dan gaan we daarna naar trainen. En dan gingen we gewoon uit. Dan gingen we daar naartoe. Maar Challenge waren legendary tijden, man. Daarna eten bij de Burger King, volgens mij. Schiphol. Ja, Schiphol. Toch gingen we allemaal naar Schiphol toe. Toch en op een paar moment kon ik hem als je zei, jongens, wegsturen, toch? Want het was gewoon veel te crowded daar. Je weet toch, want er ontstond een hele menigte daar. Klopt. En iedereen was, wasted. En je weet toch, gewoon hyper, man. En toen kon je nog parkeren voor de deur daar bij Schiphol, toch? Toen kon het nog. Kon je nog even zeggen van, ik kom er zo aan. Oké, doe rustig. Neem maar je tijd. Je weet toch, maar nu... Ik kan je vertellen, ik heb een dochter, ze woont in Zweden. En je weet toch, international. Hey, national. International, dingen. In de building! Dus wat was het nou? Op een bepaald moment, ik moest daar weer afzetten, je weet toch, op Schiphol. En heb ik mijn waggie daar gezet. Er kwam meteen een kill naar me toe. Van, je mag hier niet parkeren. Ik zeg, ik moet eventjes mijn dochter, weet je, even snel naar binnen brengen. Ja, is op je eigen risico. Ik zeg, bro, alsjeblieft, laat me even doen. Oké, is goed, boom. Of nee, ik vertel het verkeerd. Ik stapte die waggie uit. En ik liep gewoon al weg. En toen heb ik mijn dochter gebracht naar de gate. En toen kwam er een vrouw en die zei tegen mij van... Je moet haar begeleiden naar de plane. Want ze is nog te jong. Ik zeg, ze is 18. Ja, maar ik wil dat jij met haar gaat meelopen. Ik zeg, je kan wel zoveel willen. Ik zeg, maar mijn auto staat daar. En je weet toch, ik mag niet daar staan. Mm. Dus als ik een bon ga krijgen, je weet toch, gaat die dik zijn. Ja, ja, ja. Gaat ze nog het bedrag nog ook op noemen wat ik dan als boete krijg? Dus ze van, ja, maar luister dan. Als jij niet met haar meeloopt, laat ik haar niet die plane binnen. Dus nu ga je me nu dwingen om een boete te gaan eten, toch? Ja. Dus toen zei ik tegen haar,
Ik zeg, weet je het zeker? Ze zegt, 100% zeker. Als u nu dit formulier even wil invullen, ik zeg, oké, is goed. Ik zeg, maar dan gaan we nu iets bij deze afspreken. Mogen het bedrag wat ik straks ga krijgen aan boete verrekend worden met je nachtrust, hey, met je welzijnstaat, voor jou en het gezin, van het salaris wat je hier verdient om je gezin mee te onderhouden. Zullen we dat dan afspreken? Is goed, prettig aanver. Nou, dat hoeft toch. Ik zeg, neem hem. Mm. Want jij weet niet hoe mijn levenssituatie eruit ziet, dat ik het me niet kan permitteren om een boete van 2 barkie te gaan eten. Mm-hmm. Maar als jij vindt dat ik die moet gaan eten, is goed, dan laten we het verdelen met elkaar. Neem jij dan die hippie van die 2 barkie die ik krijg, neem het op je! Met kaart. En geloof me dat ze hem heeft gekregen. Die boete? No. Die hippie, toch? Mickey Sabute. Dus ik weet van, jij hebt hem ook gekregen. Ja, ik heb hem gekregen. Was volgens mij 42 of iets, maar een gekke bedrag dat je denkt van, Ja. Dan ben je niet blij mee, man, G. Wanneer is de laatste keer dat jij een boete hebt gegeten? Je bent netjes, hè, Frank. Alles volgens het boekje, hè, jij. Hè? Wanneer heb je voor het laatste boete gekregen? Oh, wacht even. Ik heb wel eentje gekregen laatst bij Roep Ram. Ja? Ja, man, die deed echt pijn. Ja, fakka, geef maar die tori. Nou, weet je wat het is? Roep Ram in Van Wouwstraat. Aha. Dus je weet al, je gaat snel een rotti halen en dan ga je weer weg. Dus niet zal betaal je niet, je gaat snel. Yes. Maar nu kreeg ik die boete en toen zag ik op die boete staan, normaal was het 10 cent. Dus al die tijd kon ik gewoon een 10 cent zetten. Ja. Maar ik dacht snel, rotti halen, maar dat doet pijn, hoor. Dus, ja, want Van Wouwstraat tot en met 4 uur, of 5 uur volgens mij, zet je 10 cent per uur. Ja, 10 cent, ja. Per uur. Dus het is maar 10 cent, maar ja. Nu of toen? Nu, nog steeds. Het is pas, ja. Okay. Nooit is niet pas, het is al partij als nee, is al nee, zo. Ik bedoel, van, ik heb een paspas gekregen. Oh, jij hebt een paspas gekregen. Ja, man. Wanneer heb jij voor het laatst een boete gekregen, G? Ja, ik ben wel... Mijn ouders zijn niet zo blij met me, maar... Nee, hè? Nee, ik heb wel per maand wel een paar boetes. Per maand? Ja, hè? En het is heel bescheiden, hè, wat hij gewoon zegt. Ja, hè? Ik zeg het netjes. Het is echt zonde, man. Ik weet op een bepaald moment, bro, ik zeg het je echt eerlijk. En Skotu mag, want Skotu kijkt ook naar onze podcast. Hey. En Skotu mag weten. Ik heb nooit boetes, man. Skotu mag weten. Op een bepaald moment had ik 10 kotjes. Wow. Gewoon openstaan, aan, ja? Openstaan aan boetes. Wow. Bro. En op een bepaald moment, ik kreeg een confrontatie met Skotu en ik moest naar die Skotbureau komen. Maar het is een auto, dus ik vertel het gewoon, ik heb niks te maken. No shame in my game, man. Dus wat gebeurt er nou? Je weet toch, ik wist van, shit, ik heb die 10 kotjes nog openstaan. En het was bijna kerst. En je weet, wanneer Skotu je gaat klemmen met kerst, je weet dan ga je zitten en ze hebben geen tijd voor jou. Want ze hebben hun feestdagen ook te vieren, je weet toch. Dus die mannen ga je gewoon pas weer in januari naar je kijken. Ja. Bro, waar ik uit die Skotbureau een sprintje big gaan trekken, G. Alleen maar om niet geklemd te worden, want ik wist die mannen gaan me klemmen. Ik heb een sprint genomen, G. Vanaf Miranda Bad tot Vroep. Waarvan ze niet weten waar ik naartoe was gaan. Alleen maar om niet geklemd te worden. Die mannen zouden me klemmen, want het ging om heel iets anders. Maar ze hun zagen van, maar wacht eens eventjes. Oh no. He didn't. 10 kotjes aan boete. Hij gaat brommen. Ik dacht het van niet, man, bro. Je weet toch, ik nam een sprintje uit. Ja, straat iemand door, die moet ik even met je delen. Oh. Ik ken het, man. Papa oud, maar een klein beetje stout, zo nu en dan. Alleen nu ben ik wat rustiger geworden. Dus dat hier, man. Hé, hey, my boy. Eventjes. On the rail. Mm. Je weet toch, neem ons eventjes terug. Want we weten ook, je zit hier, je weet toch, en we breken fatu, maar je bent ook diep in die voetbal geweest. Ja. Neem ons eventjes terug waar het voor jou allemaal is begonnen als jong boy die een carrière gaat starten in de voetbalgame. Take us back. Mooi officieel, man. Maar ja, de bijdingen toch? Nee, ik was, ik denk, ik begon met 6. Nee, ik wou, op mijn 5e wou ik altijd al voetballen. Mm-hmm. Jullie jongetjes voetbalde altijd. En waarom wou je voetballen altijd? Het was echt mijn vader voetbalde, dus ik ging elke zondag met hem mee. Mijn vader voetbalde gewoon bij Jos toen de tijd. Okay, geen Jos dan. Watergras meer. Heb je nog een goede band met je vader? Ja. Wie is je papa? Ja. Mijn vader is Jerry. Jerry, shout out Jerry. Je hebt een toffe boy heb je op de wereld gezet. We gaan verder, yes. Ja, dus ik ging altijd naar zijn wedstrijden kijken en mijn buurjongetjes voetbalden ook. En toen ik eindelijk mocht voetballen, ging ik ook naar Jos. Ja.
En toen was ik veldspeler nog. Uh-huh. En ik weet dat we een dag kregen van een pak slaag en waren een Hindoestaanse keeper. Uh-huh. En ik weet dat ik hem altijd aan het... ik ging hem altijd gewoon toch afkraken van, hey, je bent nep, dit, dat, zo. Op een gegeven moment werd die vader boos op me. Uh-huh. Toen zei hij van, als je het zo goed kan, dan ga jij keepen dan. Juist. Zei ik, oké, nog maar, laat me keepen. En ik denk dat ik volgens mij 2 maanden daarna werd ik volgens mij uitgenodigd door Ajax om zo'n training mee te doen, de talentendagen toen nog. Gruwelijk. En dat ik daaraan meegedaan, toen werd ik opeens uitgenodigd van je mag volgend jaar bij ons komen voetballen. Wauw. Het heeft niet lang geduurd. maakt niet uit. Nee, maar ik was echt jong in mijn hoofd nog, dus ik was te jong voor Ajax. Op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. Toen ging ik naar AFC. Maar wacht even, want je maakt een... Sprong. Je maakt een sprong. Je probeert ergens makkelijk weg van te komen. Van ja, ik was nog niet klaar voor Ajax. En toen ging... Nee, wacht. Even terug. Nou, ja. Waarom was je niet ready voor Ajax? Kijk. Vertel. In de jeugd van Ajax, je wordt zeg maar... je krijgt dingen te horen van... Luister, je speelt bij Ajax. Jij bent de beste. Niemand is beter dan je. En als je daar mentaal sterk voor bent, weet je, dan is het geen probleem. Juist. Daarna ging het in mijn hoofd spoken. Dus ik ging ook echt op straat me zo gedragen van... wat kan jij mij uitleggen? Ik speel bij Ajax. Ik ben de beste. En ik was gewoon nog echt kind. Terwijl je best wel volwassen moet worden. Je moet Volwassen. En dat werd ik niet. Op een gegeven moment, Is het niet zo dat je dan mentale coaching krijgt of zo? En financiële coaching intern? Dat optioneel is, zeg maar? Nee, kijk, je moet zo zien. Ik was 7 was ik. 7 volgens mij, ja. Als ik nu naar mijn zoontje kijk, was hij op deze leeftijd is hij nog niet waar ik toen was. Want bij mij was het echt heel streng. Als ik bijvoorbeeld niet goed speelde, dan had ik echt een volwassen man die me gewoon echt schreeuwde. En weet je, van, hey, als je je best doet, weet je, kom maar eruit, dit soort dingen. Oh ja? En mijn zoontje is daar wat zachter in. Ja. Soms ben ik ook wel eens te streng voor hem. Dan hoor ik ook van zijn moeder van, hey, toch, hij is niet zoals jij bent vroeger. Dat soort dingen. Ik heb zoiets van, ja, ik heb het ook gekregen, dus dan moet hij het ook wel kunnen. Ja. Maar zo werkt het niet. En ik kan me nog herinneren dat ze op een gegeven moment vroegen van, wat vind je zo leuk dat je bij Ajax speelt? En mijn teamgenootjes gaven echt antwoorden als van ja, dat ik me kan meten met de beste van mijn leeftijd en dit en dat. En volgens mij was mijn antwoord iets van dat we gratis kaartjes voor de wedstrijd krijgen. We hebben mooie kleren. Juist, ik snap het man. Dus ik was sowieso... Mentaal helemaal niet ready eigenlijk om in die volwassenheid te gaan van de ijs. Nee, precies. Het was echt zo erg dat als je zeg maar te laat kwam. En je weet 7, 8 jaar, ja, je bent niet echt, je bent bij je ouders thuis en op een gegeven moment, ja, je staat op wanneer je moeder je wakker maakt of je vader. Juist. Maar als die zich verslapen, ja, dan was geen excuus van, ja, trainer, mijn ouders hebben zich verslapen. Want dat was het van, spelen je ouders bij Ajax of speel jij bij Ajax? Maar ze proberen je wel dus al jong een discipline gewoon aan te leren, gewoon die een beetje zwaar eigenlijk voor jou viel. Ja, klopt, waar ik nog niet ready voor was in ieder geval. Mm-hmm. En het was best wel een grote teleurstelling dat ik toen weg moest. Ja. En toen ging ik bij AFC voetballen. En echt een leuke tijd gehad. Veel jongens ook die het ook best ver hebben geschopt met voetbal. Yes. En, zet die mic een beetje meer bij je mond. Ja, zo? Ja. Dus toen gingen we AFC. En toen denk ik rond mijn 13e volgens mij. 13e, 14e ging ik weer naar AZ. Uh-huh. En toen had ik zeg maar de keuze tussen AZ en RKC. En vanaf dat moment is het wel omhoog gegaan. Okay. Toen was mijn mind nog wel op de goede... Gewoon lekker. Richting. Ja. Doop, man. Even een sprong maken van jou naar DJ Frank. Oh jee. Frank, zonder die sound? Ja, gewoon even. Maar toch even. Toch onder de tafel. Frank. Ik weet ook nog even een andere tori over jou. Hey. Want je speelde die bescheiden mannetje, maar jij was vroeger ook keeper. Ja. Oh, serieus? Ja. Eh? Zie je? Dat is lang geleden, hoor. Oké. Okay. Dean Tori. Ja, ik deed het goed, maar ik had veel blessures. En ik ben bij alle 2 schouders geopereerd. Zware operaties. Dus nu voetbal ik al 15 jaar of zo. Niet dat niveau wat ik had als keeper. Ja. En hoe ben jij erin gerold, zeg maar, in die voetbalgame dat je keeper werd? Nou, ik was echt laat. Ik was 12 toen ging ik pas keeper. Ik begon bij FC Bijlmer. Uh-huh. En toen, via allemaal omwegen... Vooral nergens gespeeld. Gruwelijk. Bijlmer was toen tegenover Jos. Tegenover Bijlmer waar ik toen zat. Zit nu Ajax, dat hele complex is van Ajax. Ja. Maar toen was het Jos daar tegenover. Was dat Jos of niet eens? Ja, was voordat de toekomst daar, voordat de arena gebouwd was. Serieus? Jos, man, ja man. Oh, ja. Dat heb ik nooit geweten. Ja, dit was dus bij die velden van Ajax, ja. Dat was Bijlmer. Doop. En dan heb jij op een jonge leeftijd al operaties gehad aan je beide schouders? Nee. Ik denk...
24, 25 of zo. Oké. Okay. Maar je moet nagaan, één schouder is 7 keer uit de kom geweest, wow. De andere 3 keer. En per schouder is het bijna een jaar dat ik eruit ben geweest. Dus. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, Maji? Ja, ik weet niet, man. Hoe sprong jij dan in de lucht? De gekste hoe probeerde jij die bal te stoppen? Ik weet niet, misschien de gekste ballen stoppen. Ik weet niet, man. Oh my god. Echt. Ik heb nog wel mooie dingen meegemaakt. Ja, hoor. Toch? Ja, ja. Wel mooie wat als je over die tijdsperk terugdenkt, wat komt dan in jou op dat je denkt van ja, man, dat was echt heel erg dope. Was een hele mooie ervaring. Qua club of? Qua keeper. Maakt niet uit waar je je bevond aan qua club. Ja, ik vond sowieso alles wel, ja, alles, al die jaren dat ik heb gespeeld, vond ik gewoon, Dat was een mooie tijd. Ja, was een mooie tijd. Maar dan, oké, voordat we verder gaan, heren, luister, ik heb lekkere dingen om te drinken. Mm. Je weet toch, ik heb een cola stroop, ik heb een orchade met melk, de notorious orchade met melk, met klopschuim melk, en ik heb Marcusa stroop. Wat willen jullie drinken, heren? Een lastige keuze, man. En weet ook dat fruit er voor je zit. Die lekkere druiven en die bananen en chips. Jullie kunnen het allemaal kieren. Je weet toch, we zitten allemaal live hier. Dus wanneer jullie trek hebben, pak. Maar wat kan ik voor jullie inschenken? Dan ga ik voor die legendarische dingen van je, man. Oshado. Ja, toch. En jij? Ja? In de building! Binnenkort gaat ze verkopen. En, hey, binnenkort gaan de deuren hier open, toch? Na de zomervakantie gaan de deuren open. Komt Agnoton, echt mensen komen hier. Uh-huh. Dus dan ga ik sowieso de notorious orchade met melk ga ik verkopen aan die mensen daar. Ja, man. Ja, als je orchade drinkt in een club. Ja, hey. Echt, hè? Toch? In een club gewoon. Ja, maar heren. Ja, toch? Dat is een prof. Ja toch, ja toch. Gruwelijk. Hij is niet te droog, niet te zoet. Dat is precies zoals hoe die moet zijn. Maar je maakt hem zelf? Ja toch. Echt? Nou, maar ik bedoel niet met die melk erin. Hè. Ik bedoel no, no, echt. Ja. Van tevoren maak ik hem zelf. Oh, je maakt je orchade ook zelf? Ja, toch. Oké, dan heren. Proost op de gezondheid en op de vele jaren, ja? Oké, dan love. Ja, toch. Hij is goed, toch? Ja, man. Oké, dan go niks horen. Ja, man. Frank. Yeah. Ondanks dat die schouder... om in uit de kom van je te gaan. Weet je toch heel goed een plaatje te draaien. Toch wel. Ja, toch? Dus wil je ons eventjes terugnemen hoe het voor jou is begonnen dat jij dacht, ik word DJ. Take us back. Ja, mijn verhaal is ook echt, het lijkt op een soort sprookje. Want ik was een 3. Uh-huh. En toen... was ik thuis, hadden we zeg maar een pick-up. Aha. En hadden we 2 pick-ups. Yes. 2 pick-ups naast elkaar zetten. Yes. En de ene plaat en dat die andere was afgelopen, zet ik die andere. En zo, dat was mijn mixen. Serieus? Maar zijn die verhalen die ik ook heb gehoord. Want, ja. Ja, ja, maar 3 is echt van dat je denkt, waar heb je het over? Ja, maar ik hoorde altijd mijn familie zeggen, ja, iedereen werd gek van, maar bij elke familie waar ik kwam, moest ik aan die installatie zitten. Serieus? Ja. En toen werd je wat ouder? Ik werd ouder en toen ging ik gewoon thuis draaien en toen kwam altijd boys. Ja, maar wacht even, toen ging ik thuis draaien. Hoe kwam je aan je apparatuur, G? Ja, kopen toch? Ja, maar wat heb je gedaan om het te kunnen kopen dan? Oh, zo. Even kijken. Ja, mijn eerste SL's. Mijn nicht had me geld geleend. En toen heb ik twee SL's gekocht. Zie je, dus je nicht heb je money geleend en heb je 2 SL's gekocht? Ja. Waarom meteen 2 SL's? Waarom ben je niet gewoon wat cheaper begonnen? Want die Technics, die waren gewoon duur. Waren 1200 gulden toen in de tijd, per stuk. Ik ben altijd zo geweest, misschien ben ik een beetje een kind, maar ik ben altijd, als ik iets doe, wil ik het of goed doen of niet. Dus ik ga niet een soort technisch of een Sony draaitafel kopen. Nee, als ik het doe, dan wil ik met die echte. Mm. Ja. Dus ja. Dus je nicht had je 24 barkies geleend? Ja, zoiets. Chawa barkie gewoon. Met naald, want je moest ook nog naald kopen. Ja, ook nog, was ook een barkie, dus 2600 gulden. En toen? Ja, toen ging
ging ik gewoon thuis draaien. En toen kwamen altijd boys en dan ging ik voor ze en je draaien. Platen, hoe ging je niet werken of zo? Uit zijn bureau, baantjes of zo, om platen te kunnen kopen. Hoe kwam je aan die money dan nog meer rijk luisterkindje stiekem geweest al die jaren gewoon? Nee, van mijn moeder. Ik kreeg van mijn moeder gewoon geld. Je kreeg van mama gewoon? Ja. Je bent een verwende jongetje, manji. Frank, nou weg grapje, hè? Hey, even serieus, G. Oh my god. Hé, hey bro, mensen moesten gewoon normaal gesproken, je weet toch, werken bij uitzendbureau om money te verdienen? Om platen te kunnen kopen. Hij kreeg gewoon platen van zijn moeder. Ja, je weet dat ze, ja, ik ben één als kind, dus dan zeggen ze altijd, die worden verwend toch? Ja, zwaar ook, want ik kan me dat niet inbeelden, man, dat ik gewoon platen van mijn moeder zou hebben gekregen om te kunnen DJ'en. En toen, je had je draaitafels, je had je mengpaneel, je kreeg platen van mama. Ja, en dan loop je tof in de escape om te kunnen draaien voor ons. Ja toch, Kim Tori, fucka. Ja, toen gingen die boys zeiden, waarom ga je niet draaien? Ja. En toen had ik zoiets van, ja, ik wil niet, want als ik ga draaien wil ik meteen de beste zijn. En ik wil dit en ik ga niet in een kleine club, ik wil direct groot. Ja. En toen vroeg iemand om te draaien. Mm-hmm. Max was, zeker? Huh? Zeker nee, Max? Nee, was nog zelf voor hem. Voor hem? Ik weet niet eens meer wie me vroeg, maar ik weet dat het in de Makanti was. Juist. Het was in die oude Makanti, dus toen konden er nog 3000 man in. Ja, ik heb daar ook nog opgetreden. Ja, jij hebt overal opgetreden. Ja. Je gaat niet tegen mij zeggen. Jij ook, Mapik. Ik kom jou ook overal tegen. Ai, dus daar begon je voor het eerst? Ja, daar begon ik voor het eerst. En toen, welk jaar dan was dit? Ik denk 87. Zo. Of tussen 87 en 89. Schruwelijk. En dat was in Markanti was toen volgens mij ook nog gedeeltelijk een uitvaartcentrum. Hè? Oh, dat weet ik niet. Vroeger was het echt een uitvaartcentrum, man. G. Stond gewoon een kist daar gewoon met mensen aan te huilen. Ja. En dan s'avonds werd er gewoon gespind. Was het gewoon een club. Oh, nou, ik weet niet, man. Ja, het was een feest en het was uitverkocht. Dus het was mijn eerste feest. Dus ik kon of op mijn bek gaan. Ja, juist. Ik kon meteen de man zijn. Juist, ja. En juist. Toen had ik een van mijn schouders was dus geblesseerd. ik moest met één hand draaien, want één hand was in het gips. Wauw. En toen... Weet je nog hoe dat feest heette? Nee, man. Ik denk, ja, Ladies Night is te makkelijk, want de meeste waren Ladies Nights vroeger. Ja. Maar ik weet niet precies hoe het heette. Maar ja, ik heb toen gedraaid en ik kwam stoer. Want niet capsones of zo, maar nee. ik vroeg 4 draaitafels. Dus ik kwam met 4 draaitafels en één hand. En ja, daarna is het... Was het history. Geluk gehad. Wat zijn de, noem eens een paar periodes op in je DJ-carrière die je als jouw top 4, 5 bestempelt als de mooiste tijden ever. Cool. Vanaf dat je begon te draaien in 87 tot nu, noem 5 top spots dat je zegt dat was een van de mooiste tijden die ik heb mogen beleven als DJ. Ja, sowieso Metropool. 100. Club U. Hey. 100. Escape, want ik heb nog in Escape gedaan dat je die draaitafels in een la had. Dus je moet het uit die la halen. Had je zulke draaiknoppen, zaten geen mixer. Zaten er 2 van die draaiknoppen. Lijp. Dus dat is echt, ik denk dat 30 jaar geleden was dat, Escape. Ja. Dus Escape was het. Ja, Dubai is sowieso... Juist, Dubai. En hoe gek het ook klinkt, strandfeesten. Ja, hè? Bloemendaal. Bloemendaal. Ja, toch? Ja. Ik had die al stiekem een beetje in mijn achterhoofd. Ik hoopte dat je dat zou noemen. Hé, Vaka. Die plekken die hij noemt over sports. Oké, Metropool, je weet toch, was je niet echt daar of zo? Nee. Maar Club U? Klopt, Club U. Escape heb ik ook nog wel een tijdje meegemaakt. Ja. En die Bloemendaal tijd dat het nog echt leuk was. Dat is maar een beetje begintijd Bloemendaal volgens mij, toch? Ja, voor mij eigenlijk begint. Ja. Het is niet zeg maar die laatste jaren, zeg maar. Die heb ik ook meegemaakt, ja. En Club U was gewoon echt... Club U, man. Ja. Weet je, als ik ook mee ga lopen, zeg maar even in die tijdlijn... zijn er heel veel sports die echt heel veel indruk op ons allemaal hebben gemaakt, weet je. Ja. Qua generatie, weet je. Klopt. Als ik check, bijvoorbeeld Sorba. Ja. Nee. Was Pasha. Ook Pasha. Was een lijpe, dope tijd. Wat was het ding ook weer daar in Osaan met die uitsmijter Adelaar? Robbedoes was ook een dope, toffe sport. Ken ik niet, man. Je weet toch, als je gaat kijken, sowieso Metropool sowieso. Maar Vakka, met
De industrie? Industrie. Industrie. En de factory of zo? Factory, ja. Je hebt Empire ook, toch? Powerzone, ja. Powerzone sowieso dik. Sinners. Sinners. Sinners, ja. Sinners heeft ook meegemaakt. Oh my god, dat was Ministry. Ja, was oké, maar Sinders was wel echt die Tory. Ja, het was ook speciaal, want het was alleen maar homo en dan was er één Urban Face. Ja, op zondag, man. Hè? Ja, klopt. Hey, kwam je vroeger ook in It? Ik heb It ook zondag? Meegemaakt. Ja, ik heb It ook meegemaakt, toen die partypstijd volgens mij. Ja, ik heb hier ook nog boven gedraaid. Akhenaton. Gruwelijk, hier had je ook gekke feest, hè? Ja, man. Lijpe Tories, man. Als jij gaat kijken naar zeg maar, de promotie die je de dag van vandaag ziet, want we praten ook over It en over de gay scene. Leuk dat je het eigenlijk aankaart. Hoe kijk jij aan tegen de opkomst van de noodzaak vanuit de gay scene om zichzelf zo te laten zien en te laten horen op de manier hoe ze dat nu doen? Ik moet voorzichtig gaan zeggen. Nee, want maar kijk, het is, ik kan iets goed bedoelen, maar dan komt het verkeerd over. Oké, op die manier, ja. Dus kijk. Ik vind het zeg maar overdreven hoe het zeg maar, nu gebeurt. In de zin van alles moet groot op tv en in je gezicht gedrukt worden. Maar dat is omdat ik vind dat ik accepteer het gewoon. Het is voor mij niet dat ik zeg, ik bedoel, als ik twee mannen met elkaar zie lopen, hey, als ze gelukkig zijn, dan ben je gelukkig, weet je. Ik bedoel, ik heb vrienden die gay zijn, waar je de grootste lol in. Want ja, ze hebben wel goede vriendinnen vaak, toch? Dus. Ik weet het niet. Nee, klopt. Nee, maar dat heb ik gehoord, toch? Ja. Dus maar ik heb er echt gewoon geen probleem mee. Alleen ik vind het nu zeg maar, dat het zeg maar, zo in je gezicht gegooid wordt met billboards allemaal. Ik denk van ja, het is onnodig. Maar moet ik ook daarbij zeggen dat als ik zeg maar, bijvoorbeeld een billboard zie met een man en een vrouw zoenen, denk ik ook bij mezelf van ja, dat hoeft ook weer niet. Oké. Dat is wat ik bedoel. Dus het wordt zeg maar, heel erg erin gegooid zo van het moet normaal worden. Terwijl ja, ik vind het persoonlijk, ja, het hoort erbij. Als die mensen gelukkig zijn, dan laat ze gewoon lekker hun ding doen. Alleen ja, ik heb hetzelfde als ik zie een man en een vrouw op een billboard staan die met elkaar aan het zoenen zijn of weet ik veel wat, denk ik ook van ja, dat hoeft voor mij ook niet. Mm-hmm. Frank, hoe denk jij erover? Ik snap hem wat hij bedoelt, maar voor mezelf, ik heb er geen problemen mee. En als je kijkt naar het feesten, ik heb wel eens op een paar homofeesten gedraaid. Nou, het waren de leukste feesten. Mm-hmm. Die mannen zijn te gezellig gewoon. Mm-hmm. Klopt. Mm-hmm. Ik heb altijd zoiets, ja. Dus als die mannen zeggen van, hey Frank, bam! En je draait lekker een grappie. Dan denk je van, hoehoe! Fuck a G, talk to me! Nee, maar dat is nog het mooiste van alles. Dat is nog het mooiste van alles? Ze vallen je niet lastig. Ja. Oké. Okay. Ze vallen je niet lastig. Ja, weet je, persoonlijk, from the beginning of time, volgens mij, je weet toch, heb je mensen waarvan hun geaardheid anders is misschien dan een grote... Ja, dan het gros of zo. Ik vind ook, ja, moet je voor jezelf weten. Is jouw keuze. Ja. Alleen, jouw keuze hoeft niet gepromoot te worden in mijn wereld. Waarbij ik nu rechts of links kijk en jouw promotie moet tegenkomen. Want boeit niet. Ja. Doe gewoon lekker wat je wil doen. Klopt. En leid je leven, man. Be happy. Maar daarentegen moet ik wel daarbij zeggen, precies wat jij zegt heb ik ook. Maar ik vind het dan ook wel weer belachelijk dat ze dan wel aangevallen worden als ze het zeg maar hebben. Zeg maar. Weet je, dat vind ik ook, dat kan gewoon absoluut. Ja, kan ook gewoon aangevallen worden alleen maar omdat je een kleurtje hebt. Dus een gay... Het zal niet zo snel gebeuren. Nee, het gebeurt wel. Het gaat wel sneller. No, serieus. Ja, serieus. Het gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds. Mensen worden nog steeds aangevallen op hun huidskleur. Hoe vaak heb je al die filmpjes gezien? Is er een vrouw met een hoofddoek die loopt? En dan wordt de hoofddoek van de kop afgerukt en uitgescholden en bespuugd. Gebeurt nog steeds. Dat vind ik I don't care. Je weet toch, of je dan gay bent, weet je. It can happen to a lot of different people. Je weet toch, je bent niet een soort van een apart geval of zo, weet je. Ja. Het komt gewoon voor. Alleen, ik heb gewoon zoiets van, luister, doe gewoon wat je wil doen. Weet je, be happy, precies. Doe je ding. Maar je hoeft jouw visie, jouw geaardheid... Jouw keuze hoef je niet op te leggen of te projecteren in mijn wereld en naar mijn kinderen toe. En dat opeens de promotie zo dusdanig is dat mijn kinderen op school moeten gaan zwaaien met een vlag en dat soort dingen meer. Of als je in Utrecht een bepaalde route wil befietsen, dan moet je over zo'n weggetje, een hele lange weg met die rainbow color. Ik vind het wel een beetje overdreven, begrijp wat ik bedoel? Want als we
Als we dat islamitische daar hebben, bijvoorbeeld hebben gedaan, dan is er meteen een groot probleem. Ja, ik snap dan komt er meteen een soort gevrijving daar in die Tweede Kamer van nee, dat kan toch absoluut niet. En die hele Wilders of zo, die wordt helemaal paranoia. Die wordt gewoon uit woede, die haar gaat gewoon verkleuren, man, bro. Uit lijpheid. Je weet toch? Dus ik vind het gewoon, je weet toch? Het hoeft niet zo overdreven in je face gewoon gezet te worden. Weet je? Doe gewoon je ding, maar laat mij met rust. Ja, leef zo maar. Sta ik er tegenover. Ik blijf zeggen, leven en laat leven. Dus ook niet zeg maar dat hun. Of zij wel aangevallen worden. Of, maar dat no. Zegt, niemand moet aangevallen worden. Daarvoor heb je Black Lives Matter ook. Ja, toch? Ja, toch? Is niet alleen maar hun worden aangevallen. Iedereen wordt aangevallen. En ik vind dat nu dat de hele mensheid wordt nu aangevallen, bro. Want als jou iets wordt opgelegd. Niet alleen maar een visie of een mening of een geaardheid. Maar ook een soort van denkbeeld van hé, je moet je vaccineren. Anders hoor je er niet bij. Of anders ben je een bedreiging voor de maatschappij. Ja, je weet toch? Dan heb je ook een soort van een aanval eigenlijk. Ja. Ja. Fucker Frank, want je bent stil, maar je gaat vandaag praten. Ik heb je gezegd, bibang! In the building! Die vaccinatie, Tori. Ja. ik denk precies waar jij aan bent, ben ik ook. Van wakker! Met dat! Ja, als het moet, dan moet het. Ja? Als het moet, ja. Ga je hem nemen? Als het moet. Als het moet. Ja. Maar van wie moet het? Van jou zelf of... Nee, van de regering toch? Oh, je luistert naar de regering? Als het moet, als het verplicht wordt. Als de regering het je gaat verplichten, dan ja. Ga je het nemen. Dat zou je wel moeten, toch? Zou je wel moeten? Je moet niks. Poepen moet. Nee, als het verplicht wordt, dan moet je het nemen. Anders, dan kan je niet meer. Nu kan je nog zeggen, ik wil het wel of ik wil het niet. Maar waarom zou je het straks niet kunnen zeggen dan? Uiteindelijk gaan ze het verplichten, toch? Ze willen het verplichten. Ze gaan niks verplichten. Ze willen het verplichten. Ja, dus oké. Okay, ze verplichten je het niet, maar je mag nergens meer naartoe. Je kan maar, niet eens nemen naar de Albert Heijn. Ja. Je kan niet meer, je kan nergens meer, je kan niet naar de Akneton, je kan nergens. G, ik kom overal. Al moet ik die Albert Heijn komen roven. Ik kom daar, G. Je gaat mij niet buitensluiten, G. Maar dat gebeurt al, hè? Hier in Nederland? Ja, tuurlijk. Dat gebeurt. Hoe? Vertel, daar ben ik misschien een raar voorbeeld. Je hebt sommige mensen die hebben van die kaartjes nou wel of niet echt, of ze een mondkapje op moeten, of dat het niet meer hoeft. Maar je ziet toch mensen naar ze kijken van, hé. Hey. Ik zit juist naar die mensen kijken die allemaal mondkapje op hebben. Ik denk van, krijg je nu niet benauwd? Het is zo 24 graden. Ik zeg eerlijk, ik krijg er ook benauwd mee. Maar ik wil niet in een Albert Heijn lopen en iedereen heeft het op. En dan heb ik het niet op en dan iedereen kijkt naar me. Oh, laat ze naar me kijken. Ik ben wel gewend dat mensen naar me kijken, man. G, I'm notorious. Fucka, man, G. Roger, talk to me, man. Fucka. Neem je die manipulatieprik? Ik heb hem al, man. Oh my god! Heb je hem, G? Heb je mee zien stimmen? Twee, man. Twee? Niet eens eentje bescheiden, gewoon meteen twee. Ja, man. Maar. Kijk, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, die hele gedachte erachter is bullshit. Want ik bedoel van, ik mag nu dus zeg maar naar bepaalde landen. Reizen, ja. Ja. Maar ik kan het wel bij me hebben. Dus dan hoef ik niet getest te worden, maar ik mag wel daar naartoe vliegen. Dus ik kan het bij me hebben. Maar omdat ik die prik heb en omdat ik er niet zo ziek van heb, kan ik het wel overdragen aan iemand anders. Dus op die manier begrijp ik van ja, het is best wel bullshit. Maar ik heb zoiets van ja... Ik wil ballen, ik wil vliegen, ik wil reizen. Nee, niet eens zo. Kijk, weet je, mijn ouders hebben het genomen, mijn broertje heeft het genomen. En ja, ze zeggen van ja, misschien over 30 jaar groeien er horens uit je hoofd. Ja, over 30 jaar ben ik ergens in de 60. Ja, als ik dan met horens moet... Ja, maar als het over 2 jaar gebeurt dan? Ja, dan lopen we met mijn hele gezin lopen we met horens, toch? Ja. Nee, het is als je daarmee, wat ze zeggen, dus niet zo erg ziek wordt. En, ja, ik weet het is, ik heb wel eens ergere dingen gedaan dan het vaccin. Dus ja, ik ben gewoon druk moeten maken om het vaccin in mijn lichaam. Ik bedoel, we drinken allemaal wel eens of hebben wel eens alcohol gedronken. Ja, dat is ook niet echt perfect voor je lichaam. Nee. Ja, maar dan weet je wat het doet. Ja, oké, ja. Kijk, ik breek wel fatsoes en zo, hè. En, ik respecteer sowieso iedereen, hoor. Mm, ja, dat sowieso, ja. Ik sluit me meteen aan bij hem, dat wat hij zegt. Weet je, dat wou ik eigenlijk zeggen. Weet je, ik breek wel mijn fatsoe. Maar eigenlijk door King Size, die hier te gast was, heeft hij me anders een beetje doen laten denken van, oké, luister dan. Je weet toch. Je kan niet iemand, je weet toch, dissen omdat hij die prik hebt genomen of wilt gaan nemen. Want zo raken we juist meer verdeeld onder elkaar. Je weet toch, want... Begrijp ook dat heel veel gasten die hier komen natuurlijk, zeggen natuurlijk ook vaak zinnige dingen. En dingen als ik dan terugluister, denk ik van, hé, ja man, inderdaad man, je weet toch?
En dat verandert mijn perspectief op bepaalde zaken ook. Je weet toch, ik leer ook weer van mijn gast, je weet toch. Dus hij liet mij eigenlijk erover nadenken toen hij dat zei van... Hé, je weet toch, we moeten niemand buitensluiten omdat hij wel of niet die prik heeft genomen. Want dat is juist die verdeeldheid ook. Ja. Dus weet je, als je het wilt nemen, respect. Wil je het niet nemen, ook respect, je weet toch. Maar laten we niemand judgen. Ja. En dat eigenlijk maakte zoveel sens voor mij, je weet toch. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, weet je, ik bedoel, ik heb echt... Absoluut, als iemand een vraag heb je die prik genomen, ik zeg gewoon ja, het is nu dat ik even erom ga lachen en zo, weet je. Ja, ja. Maar ik heb echt niet dat ik denk als mensen willen uitlachen, je hebt die prik genomen, dit en dat. End of the day, we zijn nog steeds hier, weet je, ik bedoel, jij hebt die prik niet genomen, ik wel. En we leven tot nu toe nog allebei gezond. Juist. En ik bedoel, je kan die prik niet hebben genomen, dan kom je morgen onder een bus. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, als we zo moeten gaan denken. Maar stel je eens voor toch, maar gewoon even gewoon stel, je weet toch, in die straattakkie gewoon, stel! Dat gewoon straks is deze gewoon van... Ren. Opeens begin zo met rennen. Omdat gewoon die nanodeeltjes gewoon in het systeem zitten. Je zit gewoon met die G5. Gewoon, gewoon zoiets. En je bent gewoon bestuurbaar. Maar dan denk ik van... Waarom zouden ze dat met mij willen? Ik bedoel, je hebt een Lionel Messi. Je hebt een weet ik veel wat voor wereldsterren. Nee, maar gewoon. Je weet toch, soms hè. Ik kan helemaal trippen. Maar je weet toch, hier is de doofpot. Hier wordt alles besproken. Dit is gewoon hoe de straat met elkaar praat. Ja. Je weet toch? Ik heb wel eens gedacht achteraf... Dat de mensen die soms in het nieuws kwamen, ja. Van die heeft een aanslag gepleegd of die is een, is zomaar mensen gaan schieten in een tori. Mm-hmm. Of ergens binnengekomen, die begon zomaar te juken om zich heen. En dan later wordt hij omsingeld door Scotland, bam, wordt hij geknald. Ja. Hoe vaak is dat wel niet voorgekomen zonder fair trial? Dat die paspoort altijd in die waggie lag. Je weet toch, zo grappig is altijd een soort van verhaal, ja. Je weet toch, met een motief. Van ja, ik dus opschrijf van vandaag neem ik afscheid van de normale wereld. Ik ga ergens naar binnen lopen. En ik ga in de naam van, ga ik op zijn minst 20 mensen meenemen. Ah! Gewoon zo. Ja. Ik heb wel eens gedacht achteraf dat die vaccinatie een proef gewoon was. Net als een test of zo. Gewoon op iemand gewoon van... Boom, kijken, weet je, boom. En laten we kijken of we hem kunnen manipuleren. Dat heb ik wel eens gedacht, eerlijk gezegd. Ja. Maar kijk dan. We hebben ook daarom, daar wordt zo iemand, not to cut you off. Nee. Maar daar wordt iemand gewoon, daar gewoon, bam, gewoon gepopt. Niet eens van in zijn poot en neem hem mee naar een rechtszaak. Ja. Laat hij praten. Wat was nou echt zijn motief? Niet het briefje wat hij van tevoren heeft geschreven. Nee, maar laat hij daar gaan zeggen en vertellen van, wat heeft hem gedreven om ergens naar binnen te lopen en vijf mensen hun leven te hebben genomen. Hij kreeg gewoon die kans, never, nooit, niet. En niet één keer, niet twee keer. Gewoon herhaaldelijk, gewoon dat het opvallend werd. Dat we gewoon van tevoren al konden invullen. Oh, wacht even. Let me guess. Hij zeker zijn paspoort in de auto, hè? En ja, hoor. Hij had die paspoort gewoon in die fucking waggie zitten. Hoe vaak loop jij met je paspoort op straat? Never. Dat bedoel ik. Weet je waarom? Ik loop niet eens met mijn ID. Weet je waarom? Waarom? Ik vind het gewoon de grootste belediging voor mankind. Nee, serieus. Je moet begrijpen, mijn opa's en oma's hebben... Nou, niet mijn oma's. Mijn opa's hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog, G. Mm-hmm. Mensen liepen daar met een jodenster. Ja. Om zich te kunnen identificeren van... Hey, luister, dit is, dan moet ik nu in die lijn van die... Nee, man, ik kan dat niet. Maar ik kan dat niet opbrengen, man, G. Dat is gewoon, dat zijn gewoon normen en waarden voor mijzelf. Hoeft niemand te respecteren. Maar ik kan het gewoon niet, man, bro. Ja. Als ik je gewoon zeg van... Luister, mijn naam is dit, dat, zo. Ik geef je mijn hele rundown. Mm-hmm. Is genoeg voor jou. Dus daar eigenlijk, wanneer ze me voortaan stoppen, dan kan ik gewoon jouw naam op. Noem mijn naam. Die problemen, wat daarna wordt een andere tory. Maar noem mijn naam. Ik snap wat je zegt, maar daarvoor heb je een rijbewijs. Ja. Snap wat ik bedoel? Ja. Maar ik voel me niet geroepen om met een ID te lopen of een paspoort. Ik heb gewoon mijn rijbewijs of zo. Weet je? Dat is ook een soort ID. Alleen dat is voor hun, voor mij, van dit mag je hebben als ID. En moet je nog een bankpasje hebben of zo? Een teammate of zo die een kaartje aan me heeft gegeven waar mijn naam op staat. Fuck, je weet toch? Over teammates gesproken, man. Nee. Kijk, ga die... Nee, ik weet het wel, nee! Ja toch? Want je hebt overal gedraaid. En dan krijg je natuurlijk chance van de vrouwen, toch, Frank? Je hoeft niet zo bescheiden te doen, hè? Je hoeft niet zo bescheiden te doen, Frank. Je krijgt dan heel veel aandacht van de dames. Ja. En... Kan je ons een beetje toch vertellen hoe dat voor jou toch aanvoelde? Van, hoe ben je daarmee omgegaan? Ja.
Niet goed. Nee, dat... vertel. Ja, het is moeilijk. Je staat in de picture en het is, ja... Dus je gaat wel eens de fout in. Maar... Ging wel eens de fout in. Maar je bent ook heel lang vrijgezel gewoon geweest, toch? Nou, niet zo lang, hoor. Nee? Nee. Oh my god, nou gaat hij dat zeggen. Oké, ik ga niet te veel diek, want ik hoor al de dingen die je gaat zeggen, gaan je problemen brengen daar. Oh my god. Maar dat je al een jonge leeftijd was in het begin, was je toch nog niet dat je al een relatie had? Je was toch gewoon nog vrijgezel of zo? Oh ja, dat wel, ja. Ja, toch? Dus ik wil even ik wil niet praten over dingen die je weet, toch, je shit zetten of whatsoever, of mogelijk, of dingen die je zelf door de war had en dan ga je later verantwoordelijkheid moeten afdragen. Van wie was dat? Niet, maar toen je jonger was en je was gewoon vrijgezel, je was gewoon een DJ. Al die meiden die gaven je toch gewoon mad love, want je was wel in trek, man, bij de dames. Maar bro, dat kan ik jou zeggen als meid, die man. Nou, jij gaat straks van alles zeggen, G. Ik kom straks bij jou. Ja, ik moet zeggen, voordat ik draaide, had ik eigenlijk meer, zeg maar, deed ik meer dan toen ik bekend werd. Ja, want ik heb je ook nog gezien bij Caribbean, hè? Wow. Ja, toch? Ik noem iets voor je op, hè, G? Ai, papa! Ja, toch, Frank? Give Tori. Hoe ging je om met de aandacht van die vrouw? Oké, je zegt niet goed, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen, G? Ja, ik gaf ze aandacht terug. Deze is een bang, joh. Hey. Ja, aardig hoor je straks, ik heb kapsones of dit of dat. Ik ben gewoon vriendelijk tegen iedereen, aardig. Oké, luister. De jaren begin 90, eind 80, eind 90. De periode dat je nog vrijgezel was. Noem als memory lane 3 toppers op dat je zegt, dat waren echt topmeiden toen in die tijd. Oh. Ja. Ja, toch? Even goed nadenken. Nee, maar is een gevaarlijke vraag. Nee, is niet gevaarlijk. Wat was toen? Is 20 jaar geleden of zo? 10 jaar, 15 jaar geleden, man, G? Hey, ik weet het niet meer, hoor. Was je alvast aan. Je hebt mij alvast niet, maar ik ben vergeten. Frank, kom op. Metropool tijd, je weet toch? Caribbean tijd. Imperium Rotterdam. Fawaka. Ik ga je eerlijk zeggen, hè. Ik kom soms meiden tegen. Aha. En dan groeten ze me, dan denk ik van... Ik weet... Je weet niet meer. Ik weet het echt niet meer. Je weet het echt niet, G? Nee, man. Het is echt te veel, man. Het is echt te veel. Ik dacht van, we gaan eventjes, toch. Even nee, roeren, man. Door het vuur. Nee, ik heb echt geleefd. Ja, duh. Maar ik bedoel het niet disrespectful, hè. Van, nee, je weet toch, van de top 3 wiepies. Ik praat niet over dat, hè. Ik praat gewoon over van topmeiden die echt top waren. Dat je echt zegt van, ja, maar die meiden waren altijd top. Die kwamen altijd vers naar de club toe, weet je. En ik zat altijd naar ze te kijken. We hebben nooit wat gedaan of zo. Maar weet je keek altijd naar ze en je wist van, man, die meiden zijn altijd top, man. Ja, maar ik was al heel vroeg al met te veel meiden bezig. Dat, ja, als ik er met 10 bezig was, ja. Ik wou eigenlijk alleen maar toppers. Juist. Dus ja, dan waren ze allemaal bijna top. Juist. Ik persoonlijk, ik kan de schoonheid bijna in elke vrouw zien. Daarom, ik hou echt van vrouwen. Begrijp wat ik bedoel? Want ik zie de schoonheid in elke vrouw, bro. Soms had ik wel eens Mattie die tegen mij zei, Kane, wat doe je met die smas? Is whack! Ik zeg, maar G, jij hebt geen verstand van vrouwen, man, G. Want ik weet, ik kan ze omtoveren, G. En opeens die gekke chick met die baggy jeans en die gekke grote sweater. Maar gebeurt dat niet meestal na alcohol? Nee, maar bro. Gewoon puur, sober van. Omdat ik gewoon de potentie zie. Okay. En de schoonheid. Okay. En je hebt heel veel vrouwen die zijn gewoon onzeker over hunzelf. Mm-hmm. Hoe ze eruit zien. Hoe ze hun haar doen. Soms hebben ze zo'n ass. Zelfs schamen ze zich nog zelfs voor die grote ass. Gaan ze een baggy sweater eroverheen doen. Is geen gezicht. Zet ik een catsuit voor je opeens met hoge hak opeens. Al die boys opeens overspannen van... Hey, fucker, kijk, wie is die sma? Hey, G, dat is die en die sma waar je 100.000 keer langs hebt gelopen omdat je er niks vond.
Ja, maar het is beter dan om het zo te laten, toch? Want dan heb je geen concurrentie. Jij alleen weet wat daar is. Want als je nu die catsuit aan hebt, dan heb je mensen als Frank en ik die dan denken van, dan ga jij, dan heb je dus die extra concurrent, toch? Dus als dus jij die ziet, ziet niemand het toch. Ja, maar ja. Oké, dus ik moet het in die baggy jeans houden, gewoon. Ja, in die baggy. Als ze zich prettig daarbij voelt, dan... als jij maar weet wat eronder zit, toch dan? Ja, in die tijd soms wij wel eens showen met wat je had, toch? Ja. Wat is beter, om te showen met wat je hebt of om het gewoon onder download te laten? Ik vind, vrouwtje mag je showen. Oké. Okay. Niet showen van, ik kom met alles eruit en zo, weet je. Maar, alle toeters en bellen. Nee, gewoon. Maar gewoon, toch, vrouwtje is trofie. Juist. En ja, de... Hoe noem je dat? De talk bunnies. De talk bunnies die, als ze zich prettig voelen bij wat ze hebben, dan laat je ze gewoon niet denken. Frank, moet je vrouw netjes zijn of mag ze gewoon dat iedereen gewoon op nek breekt? Nou, netjes. Netjes? Waarom? Ja, gewoon, ik weet niet. Ja, van huis uit ben ik zo opgegroeid. Ja, maar je ging niet van huis uit kijken naar die... Je ging niet van huis uit kijken naar die nette man. Je ging kijken naar die toeters en bellen, ja, toch? Ja, leuk voor andere dingen, maar niet om als je vrouw. Maar soms, dat leg ik je uit, toch? Soms heeft juist die met die toeters en bellen... heeft juist die upgrade nodig naar die dopen op een next level. Want je kan ook toeters en bellen, maar nog stil... weet je, sophisticated, weet je toch? Je weet toch? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus tot hoe verder graden we die vrouw op of laten we ze, je weet toch, juist in die... Ja, maar dat is wat ik zeg toch. Kijk, als je een vrouwtje hebt en je ziet onder die baggy kleding schuilt een prachtlichaam. Yes. Dan kan je zeg maar dus, kijk, ik wil niet zeggen korte jurkjes en borst helemaal eruit. Maar je kan gewoon een net jurkje die gewoon over de knie komt, maar dat je wel de vorm gewoon ziet dat het er mooi uitkomt. Yes. Dat is wat jij zelf over die catsuit, maar dan gewoon een nette jurk. Hij ging overdrijven natuurlijk. Ik, ja, maar bedoel, dan doe je die jurk, zeg maar, toch. Yes. Een nette jurk of een spijkerbroek, een strakkere spijkerbroek. Dus dan kan je het, zeg maar, om het zo te noemen, upgraden. Juist, juist. Maar als ik gewoon, gewoon eventjes langskom, dan ga ik je niet zeggen van, hey, weet je wat je kan doen? Je kan zo'n broek kopen, dan komt je billen er nog meer uit. En dan volgende keer wanneer ik je bel, zeg je me van, oh, ik ben vandaag druk. Dat is Frank daar zo. Maar dan heb je game niet goed onlak gezet bij homegirl. Ja, maar ik ben af en toe een beetje apart, toch? Als ik geen zin heb, dan heb ik geen zin. Dan moet je me ook niet bellen. En dan ben ik misschien over een uur later denk van, misschien heb ik toch wel zin. Ja, sorry man, ik ben weg. Maar dan staat je auto voor de deur. Nee, toch? Hé, hey, deze man, jongen. Dus je hebt geen vaste tory nu? Nee, man. Nee, je bent gewoon... Han Solo. Star at War. Ik ben voor de streets. Gruwelijk gaat niemand dat zeggen. Ik ben rustig, man. Ik ben rustig geworden. Ja. Wat is jouw ideale chick? Hoe moet jouw ideale chick eruit zien van buiten en van binnen? Kijk, ik heb niet echt een type, zeg maar. Maar ik heb wel van binnen, het moet zeg maar... ik ben zelf ook niet echt helemaal 100, dus... Ze mag op bepaalde vlakken mag ze wel, zeg maar, mijn, toch matchen met mijn karakter. Maar ze moet wel, zeg maar, de ding voor zichzelf hebben. Ze moet wel volwassen zijn in haar hoofd. Het moet geen meisje zijn die, zeg maar, zich echt graag wil laten zien aan de buitenwereld. Weet je, als je gewoon je bezighoudt met wat je moet doen. En natuurlijk kan je je netjes kleden, mooi kleden. Maar je hebt ook van die vrouwen die, zeg maar, alles laten zien op Instagram. Met alle respect voor die vrouwen, maar... Ik zat daar net over na te denken, je weet toch? Ik vind het echt jammer, soms, maar... Ja, want dan zie je echt een mooie vrouw en dan denk je van... Ja, je had, zeg maar, wel die wifey material kunnen zijn... Mm-hmm. Als je, zeg maar, niet zo was op de gram. En tuurlijk, het maakt niet uit, maar ja, je krijgt natuurlijk wel een bepaalde aandacht. En natuurlijk, als je er goed mee omgaat, is het geen probleem. Maar je hebt ook van die vrouwen die er dan, zeg maar, verkeerd mee omgaan. Ja, en dan heb je een aardige kilometerstand. Ja, man. En Frank, man, vaker met jou. Fuck met jou. Als je kijkt naar die TikTok, toch? Kijk je wel eens TikTok? Dit gaat overigens wel alleen voor wifey, hè? Ja. Weet je? Want ben je vrijgezel of ben je in een relatie? Ik ben in een relatie. Ja? En ben jij heel erg tevreden met jouw partner? Ja. Ik ben goed. Ja, je bent goed? Komt je partner... tegemoet met de verwachtingen die jij hebt, omtrent van hoe je graag je partner zou willen zien van ja man.
Want je zegt wel goed, maar wat verstaan we onder goed? Ja, gewoon noem eens een paar toffe eigenschappen op. Gewoon een normale relatie. Wat is normaal? Ik weet niet wat normaal is, want ik ben niet barkie, dus leg mij maar uit wat normaal is. Ja, ik ben een beetje lastig om mee samen te zijn, want ik ben echt van de... Als ik nu gedronken heb, een glas gespoeld worden en in de vaatwasser en dat soort dingen. Ik ben echt die nette guy. Ja. Dat verwend. Het is moeilijk om met mij te leven. Ja, dus ik ga je een paar keer zeggen, hey, zet dat glas weg. En dat. Ja. Dus jij hebt, zeg maar, wat ik al begrijp is dat jij bent gewoon het type jongen dus die een bepaalde programmering jezelf hebt aangenomen van hoe jij bepaalde handelingen verricht. En hoe jij dan bepaalde dingen wilt zien. En dat is gewoon waar je steeds, zeg maar, je controle op uitoefent. Als je met een partner bent van... Hé, je weet toch dat we elke vrijdag gewoon de dekbedden gewoon... Je weet toch, verschonen toch? Oké, maar we zaterdag... Dit is nog die Tony van vrijdag. Gewoon die, hè? Je bent die, hè? Je bent die, hè? Omdat je mama vroeger je elke vrijdag bijvoorbeeld... Je weet toch al elke nieuwe... Hè? Je dekbed ging verschonen elke vrijdag, toch? En heb je die in systeem gehouden, toch? Ja, lafhoe, volgens mij. Dit is die Tony. Maar het is moeilijk, hè? Om met zo iemand te zijn, hè? Ja, maar om met mij te zijn, bedoel je dus, toch? Ja, als vrouw zijn. Ja, ik denk het wel, ja. Dus ze moet echt heel veel geduld hebben en heel erg meegaand zijn. Ja, ja. Aan de andere kant vind ik het wel niet meer dan logisch. Ik hou niet van opruimen. Dus ik zorg dat ik zo weinig mogelijk troep maak. Juist. Dus bijvoorbeeld als ik nu iets drink, ik ga niet mijn glas op de aarde zetten tot morgenochtend. Daar hou ik niet van. Als ik soms opsta, wil ik gewoon een schone. Ja. Misschien zijn dat rare, zware ijs of zo. Maar. No. Weet je, ik ben ook zo opgevoed en opgegroeid, zeg maar. Dus ik heb het ook altijd zo gezien, je weet toch? En ik vind het ook heel erg hinderlijk als vrouwen slordig zijn. Zo. Kan ik niet tegen, man, bro. Je fokt mijn hele systeem op, man. Snap je? Ja. Daarom heb ik altijd mijn eigen kamer. En daar heb ik gewoon mijn jongenskamer in. Man cave. Ja? Ik heb mijn Atari 2600 spelcomputer daar. Ik heb mijn Atari 800 XL, Commodore 64, mijn Nintendo, mijn Super Nintendo. Boekenkast met al mijn kung fu films nog van vroeger. Zo. Nog een Star Wars collectie. Met Boba Fett en Chewbacca. Gee, ik heb mijn oude jongenskamer, heb ik gewoon nog. Ik wil niks horen. Okay. En daar heb ik alles gewoon netjes. En daar trek ik me gewoon terug. En daar neem ik mijn pokus op. Daar schrijf ik mijn lyrics. Je weet toch, ik heb mijn cd's en ik heb mijn platen. Ik heb gewoon een jongenskamer. Ja. Heb je dat nooit niet, Maji? Dat je even een plekje nodig hebt voor jezelf. Je weet toch, om jezelf terug te trekken? Nee. Ik ben gewoon, zeg maar, ik woonde niet samen. Dus dan heb je sowieso je eigen plek. Ik ben best wel simpel. Ik heb eigenlijk gewoon alleen mijn PlayStation nodig en mijn laptop. Klaar. Ja, dat is wel een soort new generation ding, man. Ja, klopt. Nou, als ik dat heb, dan ben ik goed, man. Dan, als ik gewoon eventjes gewoon, jij kan je ding doen, ik speel PlayStation, dan heb ik mijn rust voor mezelf en dan ben ik weer goed. Gruwelijk, man. Frank, heb je dat nooit niet dat je zelf even terug moet trekken? Of? Nee, niet echt. Omdat ik wil gewoon dat het huis overal netjes is. Dus ik kan overal gaan. Zolang het maar netjes is. Ja, toch, maar het netjes is. Ja. Maar jeez, jullie breken op me echt, maar jeez. Sang. Dus je moet zo zien, toch? Is dat... Soms hebben die vrouwen echt veel te verduren met ons, toch? Want we hebben allerlei soorten gevaren, je weet toch? Eisen en nukken. En die vrouwen moeten maar gewoon, je weet toch? Meegaan in die flow. Maar waar voor jezelf weet je van... Hey, Norman... Nu overdrijf ik een klein beetje in mezelf zijn. Je weet toch, ik moet een beetje nu ook toegeven aan de wil van de vrouw even. Weet je, laat me haar even goed laten voelen. Want hoe ik me steeds zo opstel, wordt een beetje te heftig, zeg maar. Je weet toch, af en toe, ik moet ook een beetje water bij de wijn zetten. Wanneer is dat, Frank? Ja, bij mij is het, ik heb ook twee kleine kinderen. Aha. En eigenlijk met kinderen is er altijd troep in huis. Yes. Maar toch wil ik nog dat het altijd netjes is. Daar ga ik misschien net te ver in. Ja. Dus eigenlijk je zou een beetje minder streng en belastend op wifi moeten zijn om maar niet zo te drukken dat het huis steeds zo, je weet toch, netjes en schoon moet zijn. Want je moet begrijpen dat er eigenlijk twee kinderen ook rennen. Ja, dus die maakt alles stuk en vies. En ja, man. En hoe is het met jou, man, Broski? Als jij samen met een vrouwtje bent, en waar moet jij jezelf een beetje toegeven aan, ook een beetje aan haar? Ik ben best koppig. Ja? Best koppig met alles. We kunnen iets kijken en jij zegt van, oh ja, dat is wel een... Die,
die lucht daar was blauw. Kan ik zeggen van, oh, volgens mij was het niet blauw. Het was een beetje donkerachtig rood, weet ik veel wat. En dan kan ik best wel ver in discussie met je gaan. Terwijl, dat is gewoon echt gewoon omdat ik denk van, ja, ik heb soms een beetje, ja, ik weet niet. Ik kan niet zeggen ruzie nodig, maar ik ga dingen opzoeken, zeg maar. Wat vaak dus echt niet nodig is. En dan denk ik achteraf van, ja, zomaar ben ik het ook gaan lullen. Dus jij bent gewoon die type die ervan houdt om benzine op vuur te gooien. Ja. En dat is die foreplay van jou al. Gewoon die Mr. Mrs. Smith type shit. Ja, zoiets, man. Ja. Zoiets, ja. Weet je, ik weet niet of het toxic is, maar... Deze man, ja, man. Oké, Frank, fuck, hoe zit het met koken, man? Koken, kan je koken? Nee. Nee? Helemaal niks? Niks. Gewoon alleen pikwik, gewoon met 3 schepjes suiker. Gewoon die. Gewoon alleen die. Met honing. Met honing, oh my god. En jij, Rotje, kan je koken? Ik kan Sabori, koken. Wat maak je dan? Ik maak rijstamsooi. Gewoon die Surinaamse groentes, salades. Meestal, als ik iets nieuws wil leren koken, dan kijk ik gewoon op internet. En dan probeer ik het gewoon. Maar dan probeer ik het eerst zelf, tot nog niemand het weet. Ja. En wanneer ik zie, het was lekker. Volgende keer ga ik het weer maken en dan ga ik het posten. Alsof ik het zo van, ik maak het altijd al. Ja toch, dan gaat hij de pro uithangen. Ja toch. Gruwelijk. Frank, even het volgende. Als er een spot is waar jij nog heel graag naartoe zou willen gaan om te DJ'en. Welke spot zou dat zijn? Een nieuwe spot. Maakt niet uit, vul het maar in. Waar zou je heel graag willen spelen? Zo. moet ik goed over nadenken. Coachella of zo. Echt, hè? Nou, ik heb 1 keer gedraaid op Fuik. Dat vond ik wel echt een... Op? Of Fuik. Waar is het? Wat is dat? Curaçao. Oh, Cura. Ja, man. Dat was wel een... Andere dimensie. Ja? Ja, man. Dat was wel... Alhoewel, ik hoor, het is nu ook wel weer wat minder geworden. Ja. Klopt. Maar een paar jaar geleden was het wel echt top op de top, hoor. Filmpjes gezien, man. Ja, ben je geweest of heb je filmpjes gezien? Nee, filmpjes gezien, man. Ik kon nooit gaan. Oké. Ik zag altijd die filmpjes in januari. Ik dacht, shit, man, hier moet ik echt naartoe gaan. Ja, is dat die soort die carnavaltory waar ze over praten? Nee, die keer is met die bootjes. Is op het water, met al die bootjes. En geen bootjes heeft die zwemmen. Dus je hebt al die boten gaan naast elkaar. Iedereen zet zijn pokoe. En dan iedereen komt met zijn zwemte voor. Dat is gek, man. Ja? Ja. Maar zijn geen haaien daar? Nou, man, het is een beetje aan de kant, toch? Oh, ja, aan de kant, toch? De haaien komen, je weet toch, haaien is gewoon overal een donkje van fuck. Die kennen geen grenzen, man, G. Ja, als een haaien pak, ben je wel een einde gekomen op een leuk feestje. ja, toch? Gruwelijk. En Rotje, ja. Hoe breng jij je tijd nu door? Want je bent al een tijdje, je bent niet meer echt fanatiek met voetbal bezig. Nee, ik ben nu al 3 jaar gestopt. Uh-huh. En ik doe nu vastgoed, man. Je doet vastgoed? Ja. Doop, man. Dat is goed, ja. Dat is, als ik er nu achteraf aan denk ik van, dat had ik al gewoon 10 jaar eerder moeten beginnen. Ja. Je kan je eigen tijden maken, je kan zo druk maken als je zelf wil. Ja. Maar ik ben voornamelijk bezig met projecten te zoeken en kopers en zodoende, man. Ja, oké, interessant, man. Dope, hè? Ja, man. Ja, maar dat is een goeie, hoor. Ja, hè? Zo. Ja. Bro's, willen jullie nog een beetje orchade? Ja, lekker, man. Ja, ik zit ben je ook nog? Ben je goed? Ja, thanks. Okay. Gruwelijk, man. Dus wat voor objecten, zeg maar, in welke plekken? Is in Nederland of... Ja, Nederland. Hey, Saan. Ja, enkel in Nederland, dus niet in het buitenland of zo? Nee, nog niet. Ik zou uiteindelijk wel wat willen bezitten in het buitenland, maar ik denk dat ik eerst gewoon in Nederland gewoon goed moet groeien. Ja. En dan, ik heb mijn eigen netwerk nu opgebouwd. Met name door mijn vader ook, die heeft me ook heel erg geholpen. Ja. Die heeft me eigenlijk erin gebracht. Mm-hmm. En je vader is wel een motivatieveer, hè? Want eerst zit hij in die voetbal. Ja. En nu zit hij in die onroerend goed. Ja, nee, zeker. Maar mijn vader, heeft het zeg maar al die jaren al gedaan gewoon. Mm-hmm. En op een gegeven moment, ja, je voetbal gaat niet helemaal meer wat je er eigenlijk van zou willen. Ja. En dan ga je dus een niveau lager voetballen. En dan ga je toch wel op een gegeven moment gaan denken van, hey, shit, hey, toch, ik ben nu wel 30. Wat ga ik hierna doen? Want ik bedoel, ik ben niet binnen dat ik zeg maar kan lekker gaan liggen van, hey, toch. Je bent chill. En toen kwam mijn vader opeens dat hij zei van, kijk, ik heb het project gehad, je moet maar kijken wat je ermee wil doen. Het is voor mij te ver, ik ga er niet naartoe rijden, want ik heb hier gewoon genoeg dingen te doen. Dus
ga maar. En ja, hij gooide hem in principe gewoon voor de leeuwen. Van, kijk, weet je toch, als je wil, dan, als je het leuk vindt, dan ga je erin verder. En zo niet, dan niet. En ja, ik ben sowieso wel een makkelijke prater. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik had al gelijk wat nieuwe nummers geregeld. En ja, het beviel me echt heel goed. Dus sindsdien ben ik ermee verder gegaan gewoon. En heb je niet het gevoel gekregen ooit eens dat, zeg maar, je overkomen als black folk, jou benadeelde in bepaalde kringen waarbinnen door jij moest gaan manoeuvreren om jezelf gehoord te laten horen en te laten zien van, hey, ik ben ook makelaar? Ik ben geen makelaar, ik ben handelaar. Mm-hmm. En wat is het verschil? Light me in. Makelaar, dan werk jij voor mij. Dan ga jij mijn huis verkopen en dan betaal ik je daar commissie over. En ik ben nu degene die dat huis koopt of laat verkopen. Of het pand of whatever. Oké. En dus grappig je het zeg, want toen de tijd had ik nog mijn blonde krullen. Ja. Dus toen had ik ook mijn vader over. Kijk, mijn vader was sowieso geen fan van die blonde. Hij zei altijd van, ja. Doe gewoon je haar gewoon normaal en dit en dat. Ja. Maar ja, het was met voetbal leuk, een beetje wilde tijd en zo. Ja. En toen zei ik hem ook van, ja, het is wel raar, weet je. En dan kom ik bij die mensen allemaal, die nette mensen. En dan kom ik daar met mijn tattoos en zo. Toen zei hij van, luister, je moet één ding niet vergeten. Jij brengt het geld. En als jij het geld brengt, dan maakt het niet uit of je groen, paars of rood, wat dan ook, voor haar hebt. Ze zullen altijd voor je werken. Ja. Want wie betaalt, bepaalt. Ja. En daarentegen ben ik wel gewoon altijd netjes bespraak gewoon met die mensen. Dus dat... Yes. Het is niet dat ik met een of andere gangshit bij ze kom. Van, yo, fuck G, ik heb hier dit en dat en zo. Ja. Niet op die. Nee, dus ik weet me wel goed aan te passen gewoon. Doop, man. Doop. Ja. Frank, heb je nooit niet naast je DJ-carrière iets gehad van... Dit lijkt me eigenlijk ook best wel tof om te doen. Nee, man. Ik was te veel aan het genieten en ik was echt eigenlijk tevreden met wat ik had. En achteraf denk ik van, Saan, ik had toch iets meer moeten doen of erbij moeten doen. Want het is gewoon belangrijk om meerdere inkomstenbronnen te hebben. Juist. Want nu valt er eentje weg en nu ben je, juist. Ben je eigenlijk klaar. Juist. Maar je klinkt, correct me if I'm wrong, maar je klinkt best wel als een hele simpele dude eigenlijk. Heel simpel. Met veel verwende nukken. Ja, klopt. Ja, is een beetje zo? Heb ik een beetje gelijk? Ja, klopt. Frank, je Kirby! Je bent altijd heel erg, de Frank is altijd heel erg bescheiden geweest, hè? Ik weet het, man. En zeg maar, als je nu dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de dingen die je naast je DJ-carrière zou kunnen hebben gedaan, waar praten we dan over? Ik heb daar niet eens echt over nagedacht. Ik had meer zoiets van, hey, ik heb niks gedaan daarnaast. Juist. Dus ja. Oh, ik herken het, man. Ik had op een gegeven moment ook, ik was in mijn voetbal ging al niet, hè, dat ik echt de top had bereikt. Terwijl je het verhaal van mensen van, ja, je kan makkelijk de top bereiken, dit en dat. Ja. Maar ja, ik vond andere dingen interessanter. En dan op een gegeven moment, dan maakte mijn vader wel eens opmerking. Hey, toch, kijk gewoon voor of je dit ook kan doen. Maar ik had altijd van, man, ik moet de top bereiken. Maar ja, op een gegeven moment je wordt ouder. Dus in principe, je liegt op een soort van manier tegen jezelf, omdat je zo graag wil slagen. En het heeft ook best wel lang geduurd voor mij dat ik die stap heb gezet om mijn niveau lager te gaan. Omdat ik echt iets had van, oh, ik moet. Ik kan dit top bereiken, ik weet dat dit en dat. Maar ja, op een gegeven moment weet je ook van, je wordt ouder. Het gaat niet meer. Juist. Het gaat niet, zeg maar, het lukt niet. Ja. En ik weet, ben altijd type geweest die zegt van, ja, toch, als je iets wil, dan kan het ook gewoon. Je moet gewoon de juiste drive hebben en dat soort dingen. Maar je moet ook kritisch zijn op jezelf en realistisch zijn. Dat je op een gegeven moment ook ziet van, hey, toch, ik ben nu oud. Het gaat niet meer komen. En dat heeft bij mij best wel lang geduurd. Ja, en ja. Toen ik dan eindelijk die stap heb genomen, toen dacht ik wel bij mezelf van, dit had ik echt veel eerder moeten doen, man. Dan was ik veel verder dan whatever. Juist. Het is grappig, man, dat je het opnoemt. Maar ik weet ook nog dat ik een tijdje een makelaar, zeg maar, opleiding had gevolgd. Mm-hmm. Via GTA of zo. Ik weet echt niet meer, had je een soort van cursus of zo, een week veel, of het duurde een jaar of zo, of bijna 10 maanden, weet ik veel wat. En toch was het iets van, weet je, dan ging je woningen ook bezoeken. En dan ging je kloppen, weet je, aan de muur om te kijken van wat voor materiaal het gebouwd was. Je weet, papa's versatile, je weet toch, ik ben overal geweest, man, ook. Maar op een gegeven moment had ik gewoon een beetje het gevoel dat ik mezelf in de maling aan het nemen was. Omdat ik me ging begeven in een wereld, geïntroduceerd vanuit een hoek, waarvan ik... van tevoren wist, gevoelsmatig, ik had het helemaal mis kunnen hebben, dat ik gewoon al helemaal verkeerd binnenkwam.
Maar dat het voor die mensen, hun branche, eerder een soort van business was. Mm-hmm. Om mij daar zoet te houden met dat soort type kennis wat je me dan geeft. Mm-hmm. Om gecontroleerd te kunnen houden of zo. Terwijl, eigenlijk, ik vind, als jij gewoon naar die veilingen gaat, waarbij al die boeven hun woningen verliezen. Mm-hmm. En die dan daar gewoon geveild worden voor een appeltje en een peertje. En al die witmaks daar gewoon zitten en die tories gewoon opkopen. Ja. Dat is veel beter. Dat is een goeie, ja. Dat is veel beter om dan daar te zitten. Klopt, klopt man. Want ik weet dat ik ook eens een keertje in een situatie ben terechtgekomen waarbij het financieel heel fucked up gewoon ging. En ik gewoon bijna alles verloor. Tot woningen aan toe. Mm. En toen werd mijn woning, appartementen van mij, werden geveild. Ja. Appartementen. Ja. Mm-hmm. En toen ging ik daar naartoe met mijn lange leren zwarte jas. Gewoon alleen maar om te kijken wie mijn appartementen ging kopen. Ja? Ja, wat denk jij dan, G? Dit is kapot grappig. Ik moet je eerlijk vertellen. Ja? Mijn vader ging ook dus vaak naar de veiling. En dan kwam hij wel eens met verhalen van, ja, ik zag daar een appartement die ik graag zou willen hebben. Maar dan kijk je wie er allemaal staat. En dan dacht je van, ja, laat maar, ik heb geen zin in die hoofd. Snap je? Nee, maar echt, hè. Dus dan moet je nagaan. Weet je, dan kom ik alleen. Weet je toch? En ik denk gewoon, en dan is het gewoon een pand, weet je, op zo'n gracht, zo'n herengrachtenpand, ja, weet je zo. Ja. En daar is dan die veiling. En dan krijg ik van die slavendrijven flashbacks. gevoelsmatig, soort van. En dan kom je binnen, weet je, met die Moorse architectuur, weet je. En dan die schilderijen van die middeleeuwachtige toren. En daar wordt dan jouw appartementen worden daar geveild gewoon. Ja, die pijn. Tegen kakaprijs. En dan, ja. En dan zie je die mannen allemaal staan en, met bordjes van, ja, ik. Oh, wat was jouw naam? Eigenlijk doen wij het helemaal verkeerd, man. Want waarom zie ik hier geen blakke man tussen staan? Ik heb je pa daar niet gezien. Ja. Maar je weet toch, dan denk ik van, boys zoals wij horen daar ook te staan. En ja, man, is goed, ik neem hem. Ja, 100. Je weet toch, en dan opkopen, even laten oppoetsen, woep, weer verkopen en je pakt 80, 120.000 euro, 50, 60.000 euro gewoon winst. En zo ben je gewoon de hele tijd aan het ballen, bro. Ja, klopt. Maar iedereen moet het ook willen, wat ik zeg. Ik bedoel, hoe ga je geen 60 kotjes willen pakken aan winst, man? Dat wil toch iedereen? Ja, maar dat weet je in het begin nog niet. Want wat ik zeg, mijn vader deed het echt al jaren. Ik had ook bijvoorbeeld kunnen denken van, weet je wat, naast het voetbal, ik laat mijn vader het gewoon helemaal volledig voor me doen. Totdat ik zeg maar dus klaar met voetbal ben. Waarom had je dat niet gedaan? Ja, precies. Omdat ik het leventje te leuk vond en dacht bij mezelf van ja, waarom moet ik me met andere dingen bezighouden? Ik doe gewoon lekker dit en mijn transfer komt wel en blablabla. Dus die mindset was niet daar. Maar ik denk dat het een soort van deze generatie type voetballers is, zeg maar. Want die generatie van mij, je weet toch, daar waren die boys wel echt op hun grind, man, ook. Ja. Ja, dat kan inderdaad, ja. Ik ben natuurlijk wel, ik ben een generatie net daarna. Maar wat ik zeg, je moet die mindset hebben. En ja, als je er niet klaar voor bent, dan kan je wel gaan forceren. Maar dan krijg je wat jij dus net zei, dat je zeg maar ergens in dwingt waar je eigenlijk niet in wil zitten. En je moet zeg maar wel de mensen hebben die je erin kunnen begeleiden. Sowieso man bro, I just go with the flow man. En ik doe gewoon mijn ding ja. En bro, I don't care man. Je weet toch, en wie nou moeilijk is of niet moeilijk is, ik weet, ik val niemand lastig. No weer meer edden, want ik bos je gewoon op klaar met de dag. Ouderwets, gewoon oldschool, gewoon met die vlakke hand. Die gewoon door zelfs Snoop Dogg ook op zijn account geplaatst gaat worden voor je. Oké, heren, luister, we gaan eruit zoals hoe we erin zijn gekomen. En ik wil vragen of jullie nog een shout-out willen geven aan jullie peoples. Frank, wil je nog een shout-out aan iemand geven, man? Ja, shout-out aan iedereen gewoon. Love voor iedereen. Love voor iedereen. My man. Sowieso, shout-out naar mijn ouders. Shout-out naar mijn boys. We weten wie ze zijn met Day Ones. Yes. En shout-out aan mijn zoontje, Jordan. Oké, dan. En shout-out naar mijn cola. Naar je cola? Degene weet wie. Degene weet WhatsApp. Maar je weet, cola moet je schudden voor gebruiken. Ik dat ben je. Apo, awel. Oké, dan. Ik wil een shout-out geven aan Projects 86, man. For making the hood look good. Ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine, Arius. Ik wil een shout-out geven aan mijn boy Martijn. Ik wil een shout-out geven aan Akdeton. Amsterdam City, stand up. We in the building. Ik wil een shout-out geven aan Mucha Trabajo. Ik wil een shout-out geven van Eddie. Was good, man. Dope t-shirts.
keep hooking us up. En je weet zelf, man, of je weet helemaal niks. Ik wil een shout-out geven aan iedereen die kijkt. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Shout-out naar IJstijd. Je weet zelf, it's all love, man. Shout-out naar IJstijd, man. Ja, toch? Haji. Ja, toch? Oké, dan. En signing out. Dit is de podcast, de Doofpot. De podcast waar de straat over praat. De podcast waar de straat met elkaar praat. En dit is hoe we het doen, man. Love, sugarcane. Peace. Peace. A 1-2-1-2, a 3-4-5-6. Boogie the type of nigga to pop 4-5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks. I'm raised by the hood, get done all. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad team speak more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow. Please.